Ik ben 12 januari opengegaan met de schoenmakerij en ik heb het geluk dat ik een reparatieservice ben. Dus vanaf dat moment mocht ik open blijven voor reparatie. Los en lockdown. Door de coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Zeker de mensen die een eigen zaak hebben. Als je een nieuwe onderneming begint in de coronatijd, heb je geen recht op de steunmaatregelen van de overheid. Zoals de tegemoetkoming vaste lasten en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Geen makkelijke taak dus. Toch zijn er jonge ondernemers die dit aandurven. Zo heeft Renske Bardul haar eigen schoenmakerij Bars geopend in Druten. Ik heb 4,5 jaar als orthopedisch schoenmaker gewerkt. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Maar ik heb schoenmakerij Henry altijd gekend omdat ik in de buurt opgegroeid ben. Mm. En ik vond dat altijd zo leuk. En voor mij was de vonk voornamelijk gewoon zelf iets hebben. Ja. Een eigen bedrijf is toch fantastisch mooi. Okay. Door corona loopt alles anders dan normaal. En dat is af en toe toch een beetje eng. Ja, een van mijn grootste angsten is om corona te krijgen. Want ik ben natuurlijk een eenmanszaak. En val ik uit, dan valt de hele schoenmakerij dicht. Ik heb het begin december gehad. Dus uh, tijdens de opening was ik zelfs nog een tijdje immuun. Dat was ontzettend fijn. Maar uh, ja, we weten allemaal: je kan het twee keer krijgen. En uh, ik hoop het niet. Dus uh, extra voorzichtig zijn. Ondanks alles gaat het bars toch vrij goed af. Ik heb niet heel veel last van de lockdown... omdat ik een reparatieservice ben. Mm -hmm. En omdat ik een reparatieservice ben... mag ik open blijven. Mm -hmm. Het lastige zit hem alleen wel in de losse verkoop... van bijvoorbeeld een veter. Als je de schoen hier binnen zou komen brengen... en ik zou hem voor jou inveteren, dan mag het wel. Maar als je hem alleen los komt verkopen... om mee naar huis te nemen, dan eigenlijk niet. Een lening krijgen in deze tijd... was voor de jonge schoenmaakster geen probleem. Maar bij de verzekering liep het wat stroever. Ik uh, kreeg een enorm, enorme ondervraging toen ik een verzekering af wilde sluiten. Want, uh, oh, waar heb je dan het geld vandaan gehaald? En, en ze waren enorm wantrouwend. Omdat ze ook zoiets hadden van, oké, okay, een jonge dame, een schoenmakerij. Dat is sowieso al iets wat ze niet kennen. En uh, het leek een enorme mismatch te zijn. Ze leek het ook niet helemaal te vertrouwen. En daar baalde ik wel van. Ja. Totdat ik het kon uitleggen. Zo van, joh, dit gaan we doen. Ja. Uh, en... Ja, uiteindelijk krijg ik ook alleen maar leuke en positieve reacties. Voor jonge ondernemers in SP die nog twijfelen, heeft Renske een tip: gewoon doen. Je dromen navolgen en gewoon doen. Het is het allemaal waard.